Hi allemaal. Nou, wie ben ik? Nou, ik ben Marissa. En uh, ja, ik ben 20 jaar en uh, ik mag vandaag de Hot Sunday doen. Dus uh, ja, super spannend. Uh, ja, nou, ik ga maar gelijk beginnen, anders is mijn tijd alweer voorbij. Ik sta al wel bekend dat ik veel kan kletsen. Uh, nou, mijn thema voor vandaag is eigenlijk: wie ben ik? Wie ben jij? Wie zijn wij? Dat is eigenlijk van, nou, als ik mezelf zou voorstellen, ik werk uh, sinds kort in de recruitment, dan hoor je dus zo van, ja, wie ben jij? En dan heel snel wordt er gezegd van, ha ik ben, nou, uh, Piet. Ik, uh, ik doe dit, dit, dit en dit. En daarnaast doe ik ook nog dit, dit en dit. En wat mij eigenlijk ook opvalt, dat doe ik ook zelf, merk ik. Ik zeg al heel snel wat ik allemaal doe. Maar eigenlijk is dat niet wie ik ben. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, heel eerlijk, ik ben Marissa. Ik begin studeren met september. Ik werk in recruitment. Uh, ik ben twee keer gezakt voor mijn autorexamen, maar de derde keer heb ik het gehaald. Uh, ja, weet je, dat zijn allemaal dingen die we dan opnoemen. Of van uh, nou, ik heb dit, dit en dit gehaald, maar eigenlijk ging dit en dit niet lekker. Of uh, nou, ik vond mijn werk misschien niet leuk. Weet je, dat zijn allemaal dingen uh, waar we heel snel ons in identificeren. En dan kom ik ook bij mijn eerste punt. Je identiteit is niet gebaseerd op wat jij doet. Maar op wat Christus heeft gedaan voor jou. Want heel vaak denken we dus heel snel van: oh, wat we allemaal hebben gedaan. of wat we allemaal niet hebben gedaan. of wat allemaal niet is gelukt. Maar waar we ons op mogen focussen. is juist van: wat Christus heeft gedaan. waardoor wij nu mogen zijn kinderen van God. Want dat zijn wij natuurlijk. En uh, ik wil jullie ook gewoon bemoedigen: van... als jij uh, zegt van: wie ben ik?. probeer dan niet allemaal op te noemen wat je allemaal hebt gedaan. of. Uh, wat je nog allemaal gaat doen. Ik weet van mezelf dat ik op die manier mezelf helemaal vol plan. Omdat ik heel snel juist mijn identiteit zoek in de dingen die ik doe. Dus uh, van, nou, ik dien uh, in dit team. En dat doe ik met heel veel liefde. Of dat ik dan gelijk, uh, laten we zeggen, tegen mijn klasgenoten. zegs van, oh ja, uh, ja, ik ben Marissa. Ik ben half Colombiaans. Dan gaan we al heel snel naar andere dingen. Terwijl we juist mogen zeggen van, nou, ik ben Marissa. Ik ben passievol. Uh, ik ben een kind van God, ik ben geliefd, dat zijn allemaal mooie eigenschappen die wij hebben gekregen, omdat Jezus aan het kruis is gegaan voor ons, en daar mogen we ons ook in identificeren in ons dagelijks leven, in plaats van elke keer alleen in church zeggen van, oh ja, ik ben een kind van God, ook buiten church zeggen, ik ben een kind van God, daar betrap ik mezelf ook af en toe op. Dat we daarin mogen leven, in die identiteit, in die vrijheid, en dat we dan ook omdat wij dus kinderen van God zijn, ook anderen niet mogen judgen op wat zij doen. Dus ook dat we onszelf identificeren op wat Christus voor ons heeft gedaan. Maar ook dat we tegen anderen mogen zeggen van, weet je, jij bent niet wat je doet. Jij bent niet, uh, nou, af en toe, weet je, je kan niet iedereen mogen in de wereld. Ik heb het geprobeerd, maar helaas lukt dat niet altijd. Maar dat je dan niet gelijk iemand afschrijft of dat je voor gaat vooroordelen op wat anderen doen. Want soms zit er een heel verhaal achter die jij juist niet kent, omdat je niet zo close bent met die persoon. Dus weet je, naast dat je jezelf identificeert wat Christus voor jou heeft gedaan, probeer ook anderen te identificeren voor wat Christus ook voor hen heeft gedaan. En in die liefde, in die liefde te leven. Ik heb ook een mooie tekst erbij. In Efeziërs 2, vers 10, in de herziende staatsvertaling, want daar stond het wel heel mooi. Want wij zijn, zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus wij zijn gemaakt door God in zijn evenbeeld. En Christus heeft ons hersteld tot God. En hij zegt van weet je, hij heeft ons bedoeld om goede werken te doen, om een goede invloed te zijn op werk, bij onze kids of bij, uh, op onze studie. Of op, uh, laten we nog zeggen, in ons vrijwilligerswerk. We zijn gemaakt in de stad, als je even lekker een koffietje aan het doen bent. We zijn gemaakt om goede werk te doen. Juist de liefde van God te laten zien aan de rest van ons heen, zodat zij mogen weten dat zij geliefd zijn. Dat dat hun identiteit is. En uh, daar mogen we in wandelen. Dus uh, ja, dat wilde ik jullie meegeven voor vandaag. <laughs>